Wat is het doel van Norman Nescio? Norman Nescio is ooit ontstaan uit een samenwerking met Nolde Schepers van de Boodschappenman. Dat was is al een hele tijd geleden, 1999. Maar vanaf 2004 is Norman Nescio een groep mensen die allemaal een serviceclub in Almelo vertegenwoordigen. Voor wie zijn de kerstpakketten bestemd? Kerstpakketten dit jaar zijn bestemd voor 1 oude gezinnen met kinderen langer dan 4 jaar in de bijstand. En om hoeveel kerstpakketten gaat het? Het gaat dit jaar om 232 kerstpakketten. En in die kerstpakketten zit een standaard boodschappenpakket. Dus de echte boodschappen die men dagelijks nodig heeft. Aangevuld met een waardebon te besteden bij de HEMA. Die waardebon heeft een waarde van 100 euro. En anonimiteit is natuurlijk gewaarborgd. Ja, het liefst, u zult zeggen, u praat over anoniem en dan sta je voor de camera. Maar eigenlijk doen wij dit werk in bescheiden anonimiteit. De selectie is gebeurd door de sociale dienst in Almelo. En ik ben ervan overtuigd dat, ik denk wel 98% van de pakketten heel goed terecht komt en zeer gewaardeerd wordt. Wanneer mensen zeggen dat Norman Nescio, dat vind ik een goed doel, die geef ik wat geld, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze het beste even op de website kijken, www.nomenescioalmelo, daar staat alles op. En eventueel info@nomenescioalmelo.nl en dan krijgen de mensen altijd bericht terug. Hoe zit het met de voorbereidingen voor volgend jaar? De voorbereidingen van volgend jaar, daar hebben we een draaiboek voor. En dat is L'Histoire répète. In september 2019 komen we weer bij elkaar om het fundament voor de kerstpakkettenactie 2019 in touw te zetten. It's Christmas time.